Ik ben uh, Onno van der Heijden, stedelbekundige van, uh, van de gemeente Breda. En uh, ja, welkom uh, op het zoet. Het zoet, een groot gebied tegen de binnenstad aan. Uh, vroeger was dit een terrein wat buiten de stad lag, en dat heb ik echt over 70 jaar geleden. Het is eigenlijk de meest markante, iconische plek binnen het zoet wat we hebben. En dat heeft te maken met de nabijheid van de binnenstad, de nabijheid van het station, maar ook vooral de ligging aan de rivier de mark. Is dat we uh, deze plek eigenlijk een nieuwe Levendige publieke plek aan die markt willen maken, in verbinding met die binnenstad, maar ook in verbinding met het havenkwartier. Hoe kun je deze plek dusdanig iconisch maken in zijn publieke waarde, om de kwaliteit van de plek als geheel en die verbindingen met de stad, maar met name ook met de verbindingen naar buiten toe, provinciaal, regionaal, nationaal eh, vorm te geven? Dat is eigenlijk. Wat voor ons betreft de prijsvraag over gaat. En daar hoort natuurlijk deze plek bij. Die plek is een wat grotere context. Dat gaat ook over het maken van nieuwe verbindingen, nieuwe bruggen over de rivier, de markt naar het station, en dat soort zaken. Ja, maar dat is de context eigenlijk waar wij uh, deze fantastisch mooie prijsvraag in, uh, in zien. Find out more about this location and check out the other locations at